Nou, dus weer twa babyguisjes die werd verstoken door de mem. Die komen uit het park hier in Burgum. En terug mijn vriend zijn huid weer verdronken kwam. Want die moest tijdelijk even op het parkje passen. Nou, en je hiermee al vragen of ik wel passen wordt de mem ze verstoken hier. Nou, ik zei ja, dat ook wel. En ze waren best hier. Juist? Ja, dus ze weer bijna deer. Want die laatste zaken zijn gek in de dozen. Een keer mensen ik maar lezen letten. Ik denk. Volgens mij gaat hij toch zo weer. Nou, toen dacht ik later, nou, maar toch een aaien hoe de kap Jan en toen deed er zijn kap wel wat omheen. Toen had ik hem lekker in de tuin zetten achter in de cel en die wil ik nog een beetje drinken. Nou, zei hij er weer bovenop kwam. Is het nou best op je mem? Ja, zeker. Dat vind ik wel leuk, ja. Ja? Ja. Dat zei ik er op een duim elkaar. Zo. Nou ja, dan ben ik terug weer wat aan het werken, zo, dus dan dat is mem het even. Maar ook thuis ben ik nog ik het. Wat is er nou met de gootjes gebeurd? Ik hoor dat hier drie maanden goed is. Het is maar drie maanden melken ongeveer. En zolang wil ik ze hier wel horen. Dus over drie maanden, dan ben ik ze weer fit? Ja, ik denk het wel. Ik weet nog net precies hoe het gaat, maar ik denk dat ze dan weer terug naar het parkje moeten. Maar ik weet niet het. Dat denk ik wel. Maar ik ga mijn best verdienen en als ze daar een mooi plakje mijn soortgenoten. Dus dat is goed natuurlijk. Ja. Ja. Dan gaan we met een band in het los zitten, hè? Ja. Zeker. Voor de Friezen is dat wel een kenmerk, lange maan. Maar deze had wel een hele lange maan van Fries. Nu is het vanzelf een dekhings, die krijgen we het algemeen ik wat meer maan. Hoe kan dat? Ja, mannelijke hormonen. Hè? Die moet wat meer uitstraling hebben om de vrouwtjes te veroveren. We werden toch hier erin vlechtie. Nou, dan bleef de maan mooi. Want dan was ze natuurlijk stikken. Ze bleef oorlog achter hingen en had van de groen niet, dan ieder zijn eigen maan op. Dus dan maakten we een vlecht in dat ze zo lang binnen. Thank you.
zorg volgen en galop. Doch is het wat goed? Ze doet het heel goed. En normaal ben dit mijn fjouwer. En dan haast een heel oor effect. En dan zien we het snuisterkoor. En dan rieden we samen proefken. Maar wat leuke meesten erbij. Meteen wat een verrassing voor Manje natuurlijk. En ja, dan ziet het er heel mooi uit. Een echte showtje. Midden volgende lange zijde. Grote volte één keer rond. Ze hebben emotioneel een beetje een bedrukking. Want om te proberen in een run en wat te ontreden en een sport wat. En ja. Voorwaarts. Naar rust.